Hallo allemaal, Jack en Heider hier. Hier zitten wij met pastoor Ivan. En pastoor Ivan is een priester van ons bisdom. En hij gaat ons van dat vertellen, ja, eigenlijk over zijn roeping. Pastoor, hoe heeft u uw roeping ontdekt? Hallo Heider. Ja, het is een beetje ook heel bijzonder. Want ik ben de oudste van vier kinderen en de enige jongen thuis. Ik kom oorspronkelijk uit Honduras vandaan. En de roeping heb ik dus ontdekt, zeg maar, toen ik jong was. Maar ik heb altijd dus moeite gehad, geboorstel eigenlijk, met deze roeping eigenlijk. Ik wilde mijn eigen leven opbouwen. En dus toen ik ben ook in een katholieke nest opgegroeid. Ik moest naar de kerk. En toen ik 17 was, ik heb gezegd, weet je, ik doe het iets anders. En ik ben dus naar de marine gegaan. Daar militair dus. Ik heb in een soort militaire school gezeten. Daar heb ik elektronica gestudeerd. En dan ben ik ook nog een tijd als instructeur gebleven. En toen ik daar was, dus ik heb gezegd, ik wil mijn eigen leven op mijn eigen manier opbouwen. Dus alles wat komt van mijn ouders, ook religie, heb ik achtergelaten. En daar dus heb ik wel gezien, het was anders, weet je. Maar ik heb wel gezien dat God heeft mij ook beschermd. En hij heeft mij ook geholpen om vrij, heeft mij vrijgelaten. En in een bepaald moment, dus na de tijd van de marine, ik ben gestopt met de marine, want ik verdiende niet zoveel geld daartoe. Dus ik ben naar het burgerlijke leven gegaan. Daar heb ik een baan, eerst met de computers gekregen. En tegelijkertijd heb ik nog een studie voor de informatica gestudeerd. Mm-hmm. Dus werken en studeren eigenlijk. Daarna heb ik ook een andere baan als inspecteur van telecommunicatie. Dat was heel goed te verdienen. Mm-hmm. Maar ik was ook nog wat aan het zoeken. En in een bepaald moment, ik verdiende heel veel geld. Ik ging gewoon mijn feestjes, alles was anders dan met de religie, met God bezig. In een bepaald moment kwam dus deze vraag. Waar kan ik de zin van mijn leven vinden? Waar ga ik naartoe? En zo is bij mij iets gekomen. En zo ben ik dus naar de kerk teruggekomen met deze vraag. En daar heb ik ook een groep van, in de katholieke kerk van jongen en volwassenen. Die praten over het geloof, maar met hun eigen leven, het woord, hoe wordt het woord in hun leven actueel enzovoort. En zo ben ik dus daar binnengekomen. En daar heb ik gezien, eerst, dat God laat ons vrij. En dat was wel belangrijk voor mij, om te zien dat God respecteert ons. Hij dwingt ons niet om iets te doen die wij niet willen. Soms is het best moeilijk, hè? Maar hij respecteert. Als een vader of een moeder, die echt respecteert, ja, de kinderen begrijpen. En daar heb ik ook gezien ook de liefde van God op deze manier. En daar in deze groep werd gevraagd, als een jongen voelde deze roeping om missionaris of priester te worden. Mm-hmm. En zo heb ik dus ja gezegd. En in het jaar 1997, via loting, hier echt de namen van de kandidaten en de namen van de priesteropleiding, missionaris, Nederland, Ivan. En zo ben ik teruggekomen in Nederland. Oké, okay, en hoe lang bent u hier in Nederland? Dus ben ik er sinds 1997, dus 24 jaar. 24 jaar, man. Best wel, hè? Ja, man. Maar is goed. Wat is het mooiste dat u hebt meegemaakt in uw roeping als priester? De mooiste? Kijk, voor mij is deze, de vrijheid. Dus ik zag ook wel eens een moeilijke moment ook in de roeping, zeg maar. Ook in de priesteropleiding. Want ik ben hier gekomen en de eerste is de taal. Is moeilijk. De tweede is de cultuur, is anders. Ook het weer, begrijpen. Er zijn momenten, maar ook de studie zelf. Dus ik heb gezien dat God heeft mij wel heel veel geholpen. Ik heb ook gezegd, God, als je het wil, moet je mij helpen. Dus deze, het vertrouwen op God, dan ook ervaren ook de liefde van God. En ik zeg, ik ben nog steeds hier. Dus dat is ook een zichtbare teken, dat God ook jou helpt. He, dat is niet echt een kwestie van, oké, hij zal mij eens helpen. Nee, hij helpt jou. En dat heb ik ook ervaren. En vooral ook deze, dat God trouw is met jou. En dat is de mooiste, vind ik altijd. En wat is het moeilijkste dat u heeft meegemaakt? Ja, dus deze dingen van de taal, van de cultuur, ook heel ver van mijn familie. He, want mijn hele familie woont in Honduras eigenlijk. Dat zijn bijzondere momenten, weet je. Als een van de ouders ziek is bijvoorbeeld. Of zoiets. Dat zijn ook momenten die je denkt, oké,
Maar ik zie wel ook dat God verzorgt goed voor mijn ouders, voor mijn familie zelf, begrijpen. Dus dat is ook een troost. En ook nog, dat God heeft aan mij ook een nieuwe familie gegeven. In het geloof. He? Dus iemand heeft mij gezegd, en dat staat ook in de Bijbel, God zegt, als je dus je ouders of familie achterlaat, God zou de 100 maal ook teruggeven. Uh-huh. Dus ik heb hier ook bijvoorbeeld mijn moeder, biologische moeder, achtergelaten. En ik heb meer dan 100 moeders hier gekregen. Uh-huh. Dus dat zie je wel, dat God is trouw in deze zin eigenlijk. Dus dat is de mooiste eigenlijk. Om te zien, dat is niet een kwestie van, oké, dat zou zo zijn, maar dat het woord wel. En dat is de mooiste. Okay. Nou, mooi. Zou u ook een boodschap aan onze vormelingen, tieners en jongeren willen geven? Zeker, nou, ik probeer met mijn woorden. Dat, wees niet bang om deze ervaring van God te kunnen meemaken. Want soms, wij horen heel veel dingen, wij denken ook een beetje abstract eigenlijk. Hè? God daar in de hemel, ja, dat zal mooi zijn. Maar God is ook in de mensen. God komt ook, daarom zelf is mens geworden. Dus wees niet bang om God in deze zin te kunnen zien dat in jouw leven komt door concrete mensen. Dat komt ook door mensen die bij jou zijn om te helpen, te voorbereiden. Vooral ook met de voorbereiding van het vorms bijvoorbeeld. Je krijgt zo'n mooie catechesis ook. Een mooie ook, woorden of manier om God, deze Heilige Geest, te kunnen ook ervaren. Dus deze geest helpt ons om dichterbij ook God te komen, maar op een concrete manier. Dus wees niet bang om open te staan, om te zeggen, hier ben ik. Zoals wij ook zeggen in onze priesteropleiding of diakenwijding, wordt je naam geroepen en zegt, hier ben ik. En God roept jou ook, om iets een mooie geschiedenis met jou te maken. Persoonlijk ook. En dat is wat wij kunnen, dat is mijn getuige tenminste, mijn ervaring. God is trouw. Als hij met mij trouw is geweest, en nog steeds, zou ik met jullie dat doen. Dus dat wens ik jullie toe. Nou, dankjewel pastoor. En tot volgende keer. Graag gedaan. Doei doei. Tot ziens. Na het eten begon Jezus tegen Simon Petrus te spreken. Hij zei, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij meer dan de andere leerlingen? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Toen zei Jezus, zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn kudde zorgt. Voor de tweede keer vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Toen zei Jezus, pas dan goed op mijn volk, zoals een herder op zijn schapen past. En voor de derde keer vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat Jezus het voor de derde keer vroeg. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd.
Toen zei Jezus, zorg dan goed voor mijn volk, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Jezus zei verder, luister heel goed naar mijn woorden. Toen je jong was, kon je zelf beslissen waar je naartoe ging. Je ging overal heen waar je wilde. Maar als je straks oud bent, zal dat anders zijn. Dan zul je je handen uitsteken en anderen zullen ze vastbinden. Ze zullen je als gevangene meenemen naar een plaats waar je niet heen wilt. Daarmee bedoelde Jezus dat Petrus om zijn geloof gedood zou worden, tot eer van God. Toen zei Jezus tegen Petrus, volg mij.